Goedenavond, CX-kijkers. Welkom in de wondere wereld van Margot Becker in plaats van Griet Titulaar. We gaan beginnen om dit zootje puinhoop cabareteuren weer in elkaar te zetten. We hebben dat gereinigd. En met ultrasoon. Nou, vroeger zei ik, dat moet je niet doen. Dat werkt niet, maar daar kom ik helemaal van terug. Het werkt wel, mits je maar goed kijkt wat je doet en het uit elkaar sloopt. Ik had al wat meer gebruikt, dus klein beetje siliconen vet doe ik erop, het is niet zoveel hoor. Even kijken, de juiste schroeven draaien, zetten we die pennetjes er weer in. Kijk eens, mooi, strak hoor. En als het goed is, dicht dat weer netjes af. Wat ik nou doe is hier lucht in blazen en daar dicht houden. Kijken wat er gebeurt. Niks, want hij is dicht. Dat is wat ik wil weten. Als je niet dicht is, dan zit er een breukscheurtje of iets dergelijks in het pijpje. Dat kan. Meestal in de lengterichting, maar dwars door kan ook. En dat kan fors schade zijn, denk ik. Die is ook dicht. Mooi zo. Ik heb al een nieuwe dingen. Dan gaan we verder kijken. Dat vet wat ik gebruik moet je in principe verder niet gebruiken. Vind ik niet heel fijn. Dan gebruiken wij of teflon spray of siliconen spray. Oh, dat is wel goeie. Deze gooi ik weg. Die gooi ik ook weg. Daar hebben we een nieuwe voor. Staan bij mij op de site. Kost niet zo duur. Eurotje of 20 per stuk ongeveer. En dit zijn de goede. Die zijn gevormd. En die passen gewoon goed. Dat zeg ik nou al zo leuk. Maar ja, zie je wel. Het past ook gewoon gelijk goed. En het rubberringetje heeft de juiste maat. Nou komt het. Ze zijn er in taps toelopend. Dit is een taps toelopende veer. Echter, er is in deze uitrusting een rechte veer gebruikt. Nou, die heb ik ook wel. Dus als je een foute onderdeel pakt, dan zul je eventjes de oude veer moeten hergebruiken. Dat kan geen kwaad. Oh, ik vergeet wat. Ik had willen weten of dit gaatje open is. Hoe gaan we dat doen? Even remmenreiniger pakken. Ja, daar ben ik weer. Ja, die is open. Ja, veertje komt u erbij. Ja. De persoon heeft de cabareteurs naar me toegestuurd om na te lopen. Om te checken. Omdat hij niet lekker liep. Ah, dat wil ik wel doen. Hangt de prijskaartje aan. Kijk niet zozeer meer naar welke onderdelen erin gaan. Het is meestal wel allemaal dezelfde dingen. Dus het is gewoon een standaard prijs geworden tegenwoordig. Voor meer informatie gewoon even mailen en een aanvraag indienen. Zo, dit ziet er goed uit. Ja, nou weet ik niet meer hoe het zat. Kan er even iemand helpen? Nou, doe ik eerst deze er even in monteren. Oh, er wordt vanavond weer geappt. Ben ik blij. Oh ja, die membraampjes. De meeste die missen het rubberringetje. Ja, die heb ik niet meer los. Iedereen wil die rubberringetjes hebben, maar iedereen gooit ze weg blijkbaar. Dus dat is jammer dan. En het is een bijzondere maat. Daar kun je niet aankomen. Dus hij wordt in een set geleverd. Ja, daar ben ik heel makkelijk mee. Je hebt het ringetje nodig. Want anders dan functioneert het niet zo lekker meer.
Deze dingen die zorgen ervoor dat je met gas teruggeven bij hoge toeren eigenlijk een soort chokeklep opentrekt. Het is eigenlijk een veredelde choke. Een choke? Ja, choke. Dat is stom. Nou ja, dat weet ik niet. Het doel van die kleppen is om te zorgen dat het niet meer knalt in de uitlaat. Dus als jouw CO2 schroefje verstopt is, ja, ik weet het, ik spring zomaar even op een ander onderdeel. Maar als jouw CO2 schroefje verstopt is, dan krijgt hij te weinig brandstof tijdens het afremmen op de motor. Sowieso is dat al een heel schraal mengsel. Dus in principe heeft Honda daar altijd problemen mee. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze gewoon een membraampje erin gezet die op extreem onderdruk zijn werk doet. En dat onderdruk zorgt ervoor dat dat klepje open gaat en zodat er een verrijkt brandstofmengsel naar de motor kan gaan. Dat is wel heel weinig, maar toch. Oh nee, dan moet ik toch deze nemen. Daarmee probeer je en daarmee voorkom je het knallen in de carburateur. En dat is het doel van die membraampjes. Deze membraampjes is leuk. Is voor de andere keer. Dus nu hebben jullie ook, deze is ook afkeur. Hopla. Mevrouw Antje veegt straks hier hoor. Maar dat is dus het doel van die membraampjes. Dus ga mij geen mailtje sturen van heb je nog een O-ringetje? Nee, dat heb ik niet. Spijtig, maar het is niet. En vaak is er toch meer aan de hand. Vervang dat membraan nou. Doe het gelijk. Netjes en goed. Hier wacht ik even mee. Ja. Ik heb nog steeds twee losse carburateurs. We zijn nog steeds aan het pielen en prutsen. Ik mis wat. Daar het is. Gaan we even kijken. Dit is altijd tricky. Hier maak ik zelf nog fouten mee. Dus... soms moet ik gewoon een andere carburateur erbij pakken om te kijken hoe het zit. Dus dat kan kloppen. Ja. Zo. Oh, dat is een stukje fijner. Het oude veertje, ja. Ook die veertjes los bij mij bestellen, doe maar niet. Ik heb het toch niet. Ik heb al eens een veertje, maar in principe niet over. Dus doe me niet vragen. Want iedereen verneukt die veertjes. Ja, ik kan het niet leuker maken dan dat het is, maar het is wel zo. En ik weet ook niet of deze goed genoeg is, want zo te zien vertrouw ik hem niet. Even kijken, want hij moet daar omheen hangen. Ja, ik weet het. Het is onnoemelijk filmen zo. Dan moet ik even zien dat die... Er staat ook heel weinig kracht op dit veertje. En wat je wil is dat als je de carburateur opentrekt of de choke opentrekt. Oh kut. Ja. Welkom in de wonderwereld van. Zei ik ook alweer. Echt klote veertjes zijn daar. Heb ik een speciale bak met gevonden voorwerpen, maar
Dit is een origineeltje. En nou zie ik ook wat de fout gaat. Het veertje is gedraaid. Dus die hoort eigenlijk naar binnen. Zo. Dat is vreemd. Het zijn twee verschillende veertjes. Dat maakt niet uit. Overnieuw. Zeker een veertje van de 650, dat kan natuurlijk ook nog. Nou, even kijken. Maar die veertjes, dat is een groot probleem. Nou, ik ben niet tevreden. Dit is niet het juiste veertje. Dat is vreemd. Dan blijken er meerdere veertjes in omloop te zijn. Zo. Nou, opnieuw. Die gaan we daar plaatsen. Dat is een drama, zo'n veertje. Maar dat veertje is dus niet los te bestellen. Dat maakt het een beetje lastig. Nou, ik weet niet eens meer hoe het zit. Is niet helemaal de bedoeling dit. Had ik toch moeten weten, of niet dan? Zo, nu zit hij dicht, dus dat is niet goed. Gekloot om niks, zeg. Nou, zo worden we wel een lang filmpje natuurlijk. Iets klopt er niet. Dit kan zo nooit werken. Wat is hier aan verbogen? Er is iets. Zo dan. Niet helemaal tevreden, maar dit lijkt de positie te zijn. En nou komt het lastige. Dit is donders moeilijk. Welkom in mijn wereld. En het gaat al bijna fout, zie ik. Ik weet niet hoe die Japanners dat deden, maar ja, even kijken, is die nog aan het opnemen? Ja, ik sta al 13 minuten te klooien, dat is een saai filmpje denk ik. Ja, het ziet er wel naar uit dat het werkt. Goed. Papa uitleggen. Choke trekken we erop. Choke gaat dicht. Trekken we aan. Choke staat erop. Maar als je gas geeft, moet dit kunnen bewegen. Hij moet dus open kunnen. En het stelt niks voor. Sterker nog, soms kun je het horen ratelen met choke. Nou, dit is niet het moeders mooiste veertje, maar wel acceptabel.
Patrom, choke erop trekken. Yes. Zo. Nou, een nieuwe uitdaging. En die ringetjes moet ik nog steeds bestellen. Beetje lastig, maar... Misschien heb ik ze hier liggen. Deze ringen gaan we eraf halen. Dat is een nieuw item. Vroeger deed ik hier nooit wat mee, want het was altijd goed. Helaas, het is niet meer goed. Ik hoor steeds vaker problemen. Dus we gaan nu ook echt zeggen, de carburateurs gaan we delen. Delen in twee stukken. En dan plaatsen we weer nieuwe O-ringen erop. Ja, dat heb ik. Oh, gelukkig. Die is te groot. Het staat wel fijn als je een bakje met rotzooi hebt. Maar ik ga wel steeds meer O-ringen aanschaffen. Kijk, dat zit wel. Nu komt het. Het is fijn als daar een klein beetje vettigheid op zit. Echter, het vet mag nooit bij de benzine komen. Dus ik zei een klein beetje. Dus je mag de O-ring zeg maar invetten. Maar houd dit schoon. En dan zou die er vrij makkelijk in moeten passen. Oh, dat past. Volgende. Wordt er niet makkelijker op. Tuurlijk. Dat doe ik dan in één keer goed blijkbaar. Ik krijg de... Nee, zie je wat? Ik wist het. Hier hebben we natuurlijk een uitdaging. Ik denk al, zal wel. Meestal loop ik altijd te kloten. En ik weet dat we bij loshalen van deze carburateur een enorme afwijking hadden. En de klacht die ik net via de mail heb gehad, blijkt daar ook mee verklaard te worden. De motorfiets liep enorm slecht op één cilinder stationair. Nou, dat komt zo direct allemaal aan bod. Het eerste wat we gaan doen is ruimte maken door het schroefje zo ver mogelijk in te draaien. Liefst er niet uit. En nu komt het. De gaskleppen kunnen heel vervelend staan waarom je dit eigenlijk niet voor elkaar krijgt. 1, 2, 3. En ik kan u verzekeren. Je bent een supermonteur als het in één keer lukt. En misschien doe ik het zelfs nog fout. Ik krijg het wel voor elkaar, maar ik vind het erg lastig. Ik ga het ook gewoon even anders doen, want ik begin hier heftig van te balen. Het is elke keer feest als ik niet ben geweest. Zo, er is ook één ringetje groter dan de andere. Dat zou dan misschien moeten helpen, maar mij helpt het niet. Er mag gevloekt worden. Dit is een typisch momentje om dat even te doen ook. Ja, uit het maar. Teringzooi. Ik heb werkelijk waar geen idee waarom dit altijd een geëtter is van je welste. Nou, we gaan het opnieuw proberen. Nou hebben we hem echt extreem los. En dan gaan we ook beginnen. Je begrijpt, als je de GL carburateur pakt met een injectiepompje of een brandstofverrijkingspompje tijdens het gas geven, die is nog lastiger en ook dichter op elkaar. Dus dat is het hele complete pretpakket bij elkaar.
Zoals je kan zien zet ik het niet vast. Ik moet hier natuurlijk nog dingen regelen. En zoals je kan zien gaat het natuurlijk fout. Zo, ja. Het zijn allemaal van die tricky dingetjes. Loop je ermee te pielewielen. Zo. Nu krijgt het al wat vorm. Het ziet er allemaal wat beter uit. En toch zetten we het niet vast. Nou. Check. Showklep erop. Ja, die moet meekomen. Dat doet hij niet. Gaan we nog even kijken. En waarom komt hij niet mee? Omdat het veertje daar eigenlijk achter moet vallen. Zie. En daar hebben wij een hulpmiddeltje voor. Dat is het tandartshaakje. En geloof mij, er mag gevloekt worden. Ja, daar is die, dames en heren. Nou zit hij wel. Nou, gaan we kijken. Het werkt niet naar wens. Maar dat gaan we zo direct even uitzoeken. Want de carburateur is niet gesmeerd. Hij ligt nog niet in lijn. Afdeling prutsjes lijkt het nu. Ah, komt goed. Vast wel. Zo niet, dan toch. Ja, nee, nou maak ik fouten. Overnieuw. Het is ook donders warm vandaag. Het irriteert mij mateloos. Ik ben geen hele warmte liefhebber. Dit is 120. Zit in de juiste. En dat klopt. Af en toe wil het er niet in. Dit is ook 120. Is een groot gat. Ja, ja. Die wil wel. Maar die wil niet. En dat komt omdat die er nog niet helemaal doorheen is. Is altijd wat lastig. Moet je maar voor lief nemen. Zo. Die zetten we goed vast. Hopla. Nou. Slowjet. Die is open. Die is wel goed. Die is ook open. Dat is ook goed. Ik ben wat kwijt. Deze ben ik kwijt. Even mijn kalibratiehamertje, even kalibreren. Luister naar het geluid. Dan hoor je wanneer die aan zit. Ik kijk ook of er verlichting, of hoe zeg je dat, licht door die gaatjes komen. Dat schoon is. Verkleuring aan de buitenkant, dat maakt geen moer uit. Maar het moet wel een beetje schoon zijn. De schroeven draaien graag. Zo. Gebergtjes. Ook daar ben ik heel makkelijk mee. Ik doe er al heel gauw nieuwe gebergtjes in. Een klein beetje. Klein beetje. Tja, oh mooi man. Daar word je gewoon vrolijk van. Het is 90. De persoon heeft een vrij open luchtfilters van die potfiltertjes. Ook nog een maatje groter zelfs volgens mij.
En hij heeft vrij rechte straight uitlaatpijpen. En ook nog van een bepaalde lengte dat ik zeg, ja, dat kan wel eens de loop van de motorfiets behoorlijk veranderen. Ik verwacht ook dat deze man behoorlijk veel koppel heeft. Veel meer dan standaard. Maar topvermogen zal hij waarschijnlijk niet hebben. Kan wel, maar denk ik niet. Voelt goed aan. Is nog soepel. Gaan we deze niet vervangen. Ik moet zeggen, Honda maakt hele goede vlotte naalden. Die gaan echt, echt lang mee. En dat zijn de bredere stiftjes. Imitatie heb ik ze ook wel. Maar daar vind ik de veer en de werking wat minder. Zo. Zorg ervoor dat dit of van siliconenspray is voorzien of een andere smering. Want als je dat niet doet en je draait de kraan open, dan zeikt de benzine er gelijk uit. En dan denk je, wat heb ik nou weer gedaan? Nou, niks. Had je het maar gedaan. Dus zorg ervoor dat dat vettig is en vettig blijft. Als je droog in elkaar zit, op de een of andere vage redenen, lekt het gelijk. Dat is wat ik wil zien. Ze staan ook nog alle twee even goed. Ben je maar aan het opnemen? Ja, jeetje, al 26 minuten sta ik hier te pikvogelen. Waar ik op let is of die lijn evenwijdig loopt met die lijn. Dus je krijgt twee lijnen. Deze lijn en die lijn evenwijdig. Klaar, niks meer aan doen, afblijven. Gluren bij de buren. Nou, u weet, als ik dit origineel moet kopen, kost ik klauwen vol van geld bij Honda. En imitatie past voor geen meter. Ja, dat ben ik mij van bewust. Maar een goede pakking kun je gewoon een beetje uitrekken. En dan past het wel. Eigenlijk, als de carburateur goed is, zou deze pakking zelfs niet eens nodig zijn. Arrivederci. Zo los je dat op. Ik heb er ook wel eens een keer een pakking met vet geplakt. Ik denk, dat is lekker makkelijk. Dat is handig. Handig, weet je wel. Niet doen. Op het moment dat het vet in jouw carburateur komt, zal het hele proces gelijk kut verlopen. Zei ik dat? Oh, hij niet gehoord. Vreemd. Ik heb hier wel schroefjes liggen, maar geen ringetjes. Nou, ik moet even dat vastzetten, anders weet ik het wel. Eigenlijk niet. Want die pakking die trekt weer wat samen, dus dat wil je niet. Kijken, dan loop je hem langs, kijken of hij goed sluit. Dat doet hij wel, dat doet hij daar ook. Als je niet goed sluit, zit de pakking ertussen, kun je hem wegflikkeren. Of, als je mazzel hebt, hergebruiken. Ik zei dus, imitatiepakking is gewoon waardeloos. Inderdaad. En gelijk de test. Nou, dat was echt inderdaad een waardeloze pakking. Normaal gesproken trek ik ze niet zo gauw kapot. Maar die wel. Maar dan ben ik blij dat die eruit is. Als je hem aandrukt, pers je hem ook automatisch wel op de plek. Dus dat kan. En ik denk dat deze niet goed gaat. Had wel goed kunnen gaan. Ze waren ook gelijmd. Honda die had ze gelijmd. Ja, we willen de nieuwe pakking heen. Want die oude zijn wel eens een keertje op, hè. Ja, ik weet het. De missen ringetjes. Maar ik zet het even vast. Kijk zo direct eventjes voor andere oplossingen. En anders moet hij. Ik vind trouwens die ringetjes helemaal niet mooi die hij er heeft gezet. Maar ja. Is niet mijn carburateur.
zit allemaal wel. Die zit ook. Heb ik nog een ringetje? Ik kan me niet voorstellen dat dat het ringetje is. Ja, het is het wel. Daar ligt nog een ringetje. Nou, dan moet hij zelf maar even kijken wat. Ja. Ja, oké. Okay. Het zit net zoals die andere. Ik vind het niet mooi zitten, maar keuzes worden er gemaakt. Het is wel werkbaar. Het werkt wel. CO2 schroeven. Bij deze carburateur weet ik niet helemaal hoe ver we dat gaan doen. Dus ik zet ze wat rijker toch nog. Dat is een gebruikte. Dat is die verrotte dop. Die werkt helemaal niet. Dat is nog een rubber ringetje. Maar die is voor mezelf dan. Mag ik ook een keer genieten. Die gaat weg. Ah, daar hebben wij een staan ringetje. Ook deze ringetjes zijn lastig te leveren. De vraag ernaar is vrij groot. Dus ik moet af en toe wat andere oplossingen bedenken. En ik meen dat we hier ook het ringetje misten. Nou heb ik hier weer een ringetje liggen. Tadaa! Dus nu heb ik twee CO2 schroeven zijn we nog aan het opnemen. Hoe is het mogelijk? Het wordt een filmpje van het jaar, denk ik. Even kijken, wat was ik van plan? Afdeling O-ringetjes. O-ringetjes. Over O-ringen. Meijer. Hihi. Ja, meer zeg ik niet. Maar hij snapt wel waarom. Als die kijkt, ik moet voor jou nog even een O-ring zoeken voor de oliepomp GL650 CX650. Let op, ik doe hier wel een klein beetje vet aan. Of vet, siliconen. Maar niet meer. Niet op de punt, niet bij het rubbertje. Hij moet er zo in. En het rubbertje gewoon droog laten. Dat O-ringetje, dat stalen ringetje droog laten. Klein beetje vet op het schroefdraad. Dat is eigenlijk om het schroefdraad te conserveren. Draaien ze helemaal aan. Ik ben erachter dat ik gelukkig de goede verkoop. Want ik had wat imitatiemeuk. En daar heb ik toch wel weet van gehad. Dus dat ga ik niet weer doen. Oké. Okay. We hebben ze aangedraaid, je voelt dat hij stuit. En dan draai je 1, 2, en ik doe een 2,5 slag uit. 1, 2 en een halve slag. Dat is wat meer. Ja, dat is wat meer. Wat rijker. Nog steeds niet vastzetten graag. Er moet wat beweging blijven. En ik mis een veer. Dan blijk ik in mijn hoofd alweer verder te zijn dan wat ik jullie verteld heb. Een beetje lastig af en toe. Ik mis een veertje. En ik meende dat veertje toch echt gezien te hebben. Maar gaan we even kijken. Eerst wil ik weten of het haaltje van de choke goed werkt. Waarom draait het zo beroerd? Ja, daar is aan gekloot. Hier zit een veer die daar niet hoort. Dus ze hebben hier al meer aan lopen kloten.
zijn hier niet zo gelukkig mee. Gewoon niet goed. Dit veertje hoort daar niet zo te zitten. En die heb ik niet los gehad, want dan moet je een sierklip loshalen. Het is een beetje vreemd. Er is er best wel weer te veel aan gekloot dus. En zo zie je maar, met zo'n veertje kun je een hele avond zoet zijn. Hoe ga ik dat nou weer oplossen? Weinig nut dit. Aha, nou snap ik ook waarom die boel verbogen was. Het heeft nooit goed gezeten. Ja, nou is het einde wel voor elkaar, maar heb ik nou nog wat verneukt? Nee, het gaat er nou precies langs heen. Dit is wat ik wil zien. Dit moet je kunnen horen. Als je gas geeft en die shock staat erop, moet dat kunnen bewegen. Dus dat is goed. Oké, ik heb die veer iets naar binnen gebogen. Mooi is anders, maar het werkt. Goed. Niet te weinig. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk al veel te lang hiermee bezig ben. Het had voor mijn idee al klaar moeten zijn, maar het is niet altijd feest.